Hallo kijkers van Shine Spice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Vandaag doen we Colossus, Jody zit hier naast mij, IRL. Het wordt gedeeltelijk een mukbang, maar dat zal waarschijnlijk niet in deze aflevering al zijn, maar waarschijnlijk... Nee, net één hoger. En dat betekent dat we ook zo meteen dus gaan eten. Ja. Ik heb namelijk al best wel trek, dus ik hoop dat die snel komt. Daar heb je favoriete dingen weer, de knoppen. Oh, wat deden die ook alweer? Dingen verspreiden. Dat wil ik niet. Jammer dan. Oh. Jammer dan. Ik weet alleen niet hoe ze gaan verspreiden, dat is de enige vraag. Magische poeder. Magische poeder is niet de antwoord op de richting, denk ik. Oh. Nee. Jezus, commissiegeil of zo, what the fuck? Dat is heel mooi, ze kunnen wel commissiegeil zijn, maar het doet niks als je niet op landt. Nou, kom op, volg ze ook even. 3. Nee, 4. Nou, kies maar. Nu ben ik rood, waarom ben ik nu niet geel? Omdat Alena blijkbaar een voorkeur heeft voor geel. Alena is kut. Ik heb gewoon makkelijk, het donkergroen pakt niemand, dus... Nee. Ik denk dat we ooit met Alena hebben gespeeld. Mij ook niet zo snel. Platypunk wel, maar... Ja, toen was ik zelf Platypunk. Betalen! Oeh, een knop. Een knop. Hè? Dat doet de knop. Hij draait een paar straten. Veel plezier op het eiland. Stuur alleen naar je toe voor gezelligheid. Kijk hoeveel zin ik hierin heb. Heel veel. Nee. 1. Nou, alsnog, knop hier. Dit is verwarrend. Dan blijven Platypunk en Dima alleen ook goed. Ze hebben er wel alle vier de suits. Ja, maar ik heb beide kanten, hè? Yeah! Eerst op het bord en je krijgt... €54. Wat een bullshit. Doe dat een keer ver in de game. Nee, net zoals dat je vaak zulke dingen krijgt van stocks. Heel mooi, maar ja, daar heb je vaak geen kloot aan. Vechten maar mooi met elkaar uit die. Ja. Oké. Een hartje. Ja. Yay! Welke stocks? Wat een gemaakt spel! Oeh, vegan land. Zolang ze daarop blijven, vind ik het prima. Bloempoorten lijkt me dat niet heel praktisch. Je houdt je hart toch altijd vast? Nou, ja. Voornamelijk als ja. De AI zulke dingen krijgt, ja. Kassa. Dit wordt swappen. Dat vind ik niet leuk. Je gaat ze gezelschap brengen? Ja, maar dat wil ik niet. Die Platypunk geeft een rotschop en die alleen dan gooi ik in kasteelwereld met Vuppelepup.
Welke mensen ik nog schoppen, hè? Ja. Zij kunnen ook zaken doen. Jij ook. Okay. Ja, en dat is dus het voordeel met die stoks iedere keer. Tuurlijk. Zij ownt beide fake plots. Nou, ah, klopt. Ze had hetzelfde idee als mij. Een makelaardij. Ja. Heel vervelend gevonden. Eén. Nee. En Venus, nu hebben hun een schone straat. Ja. Nou, niet hun en Monpletti is volgens mij met je meegegaan. Oh ja. Nu is alleen een schone straat. Ja, dat klopt. Niet helemaal schoon, hoor. Nee, oké, maar... Vuile Alena. We hebben gezien, ze willen maar eens een keer force buyout, dus... Vijf is inderdaad geen twee. Je hebt het hartje nodig, ja. Dus. Zo snel mogelijk weer terug naar de bank. Snap ik. 1. Daar kwam bij jou. Ja. Daar kwam bij jou. Mooi vuurwerk op de achtergrond. Ja. 1. De eerste promotion. Van Platypus. Zal ik hetzelfde trucje uithalen als volgende bord? Gewoon al die hele rode straat overnemen. Ja. En dan niemand er dan op komt. Nee. Ja. Maar ja, Platypunk is al bezig. Oeh. Nou, mooi. Promotie voor een Bowser. Dat is alleen wel jammer. Volgens mij land ik nu net op Platypunk. Dat is wel jammer, ja. Stokjes kopen. Oh nee, net voorbij. Jammer, ik had graag gewild dat ze daar was gebleven. Oeh, hier ben ik niet zo blij mee. Nee, nu heb jij weer je eigen eiland. Is het er klaar voor? Yeah. Ja. Dat ding is gewoon cursed. Als je erop landt, ben je klaar. Vraagteken. Ja, ik heb wat vraagteken. Dat is heel mooi. Voor wie? Voor mij. Thank you.
een buyout? Ik denk niet zo vroeg in de game. Tenzij het Dragon Lord heeft. Nou, ze krijgt ineens een pop-up, dus dan weet je ook niet. Nou, jij mag weer terug voordat je weer jouw beurt was. Ja, ik mag niet terug, want ik ben... Oh ja, je zit daar net daar, hè? Dit is extra kut. De warp. En de rode warp is... Oh, helemaal onderin. Ja. Dat is kut. Dat is helemaal niet goed. Nope. Is ook niet goed. Nee, betalen. En Perry het Vogelbek die. Ja, Perry het Vogelbek die gaat misschien iets te goed. Die zit op 3300. 3400. 1. Dat is het probleem als je op een eiland zit. Ja. Of je hebt geluk en je krijgt je straat in één keer, of je hebt pech en je kan 600 rondjes lopen en je landt nooit op dat kleine ding. Tuurlijk. Of op jezelf, of weer een klaver. Hopen dat hier iets goeds tussen zit. Ja. Kan ik zelf iets kopen? Buy shop at twice the market value, dus ja. Oké. Okay. Dus kijk even naar goedkopen. Die wou ik niet. Ah, oh, maar die zijn allebei duur. Dat is niet eerlijk. Waar heb je nog meer? Hier, hier maar die. Ja. Krijg je genoeg meldingen binnen dat je gek wordt. Nee. Milan wil graag toch dat je gewoon werkt vanavond. Het is veel te veel mensen. Nee. Maar ik moet wel aan het gaan. Ik heb al besloten dat ik dit geen leuk bord vind. Maar ik vind qua indeling vind ik het wel geinig boord, maar je hebt de knoppen, je hebt de warps. Je hebt de 100 euro die je soms een keer moet betalen. Ja. Yeah. Maar ja, ik snap het wel. Als het de knoppen was geweest, prima. Maar het is de knoppen en de warps. Nou, dat maakt me ook niet zoveel uit. Alleen het probleem is eigenlijk dat... Hier zit... Het RNG vind ik super leuk, hè. Maar hier vind ik iets te veel RNG. Ja. Nee, ik snap hem. Hier, waarom gooit hij dan weer 1 en 2? Ja, omdat het super logisch is. Why not? Ja. Alleen Alena en ik zijn nog level 1. Mm-hmm. De Platypunk die kan wel bijna level 3. Ik heb van mijn les geleerd dat ze dingen gaan overkopen, dus snel even deze verhogen. Het is niet met veel, maar... Het is iets. Waarom? Lekker Alena. Alleen en ik doen het wedstrijdje wie als laatste level 2 kan worden. Nou, als jij zo'n DW 1 gooit, dan... Dan heb ik gewoon. Ja. Eigenlijk is het niet... Wacht, mag ik nog een keer? Nee, alle players gooien zo meteen 1. Dus gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Ik ben als laatste bij de bank. Nou ja... Zo kan je het ook zien, je hebt nu bijna de onderste straat van de bank heb je. Ik probeer het maar mooi te laten klinken. Nou, dat doe ik altijd. Ik werk al 13 jaar samen met Harm, dus ik weet hoe het is. Ja.
Is dat bij Platypunk zelf nu ook, ja toch? Nee, all the players. Wat een... Wel ja, joh. Ja, die heeft soms een heel blauw eiland. En ja, die heeft gewoon ook geluk gehad met zijn freebie 5 stoks, dus dan schiet dat al op. Of zoals in Super Mario Party 0. Ja, maar Super Mario Party is echt gewoon een kut game. Ja. Maar als we niet meteen over zijn gestapt naar Mario Party Superstars idee, snap ik ook niet. Waarom ze dan meteen voor de Switch Mario Party Superstars en Super Mario Party doen, dat snap ik ook niet. Ah, dat snap ik op zich wel. Ik nee, want ik haal ze telkens door elkaar. Ah ja. Ook anders moeten doen misschien. Ze hadden gewoon Super Mario Party 11, Super Mario Party 12. Ja, en als het gewoon door waren gebleven met de nummeren, was het ook prima geweest. Nee. Maar hij staat op de eerste plek, Platypunk. Hartstikke fijn. Ik zou puur out of spite gewoon nu Platypunk overkopen. Nee, dan krijg je die van mij gratis. Gaan we even. Wacht, wat doen we? Ja, je hebt al spruce geklikt. We gaan niet spruzen. Ik ben geen boom. Tenminste, nou nog niet, nee. Prima, blijf maar daar. Dat is beter. Ja. Dit is goed. Dat is dan weer minder? Oh, wat. Nee, ik kan ze lanceren, dat is dat kanon. Wauw. Ook nog. Hoe ik dat bord had verloren een paar boards geleden. Dat iedereen naar jou toe moest en ik moest stalken toen. 5. Een kaart. En wat zegt de kaart? Nou, op je stok, dat is mooi. 2. Dat is geen 2. No. Een fortune. Handig. Ja, de enige die daar profijt van heeft is onze grote vriend Platypunk. Het is ook allemaal stoks. Ja. Ja, maar zolang jij niet spoelt, dan hebben we er geen klote aan. Nee, ze hebben volgens mij die mogelijkheid nog niet echt gehad, geloof ik, om te spruzen daar. Vooralsnog. Jezus, dat beest is al gewoon... Mm-hmm. Nee! Het wordt je ook niet gegund. Nou, toch even volgeboord was je toch gegund. En nu zit je weer op de standaard. Fuck jou Milan stand. 2. 3. Ik wou 2. Nee, nu krijg ik 3. Een freebie! Dat is fijn. Een full set of suits. Nou, hier heb je al je suits. Zee! We lopen aardig gelijk qua kaarten. Oh! Iedereen shops close, ik kan nog een keer gooien. Dat is oké. Hartstikke fijn. Dat is dan weer minder. You're an island boy. Nou ja, ik heb liever als opzaten, maar ja.
Ja, er is ook maar één knop op zo'n eiland, dus ja. Mm-hmm. Oh. Nee. Spruce? Ja hoor. Spruce. Ja. Nog een keer gooien. Vervelend. Nog een keer gooien. Nee. Wat naar het eiland. Hé hey Milan, jij hier. Hola. Hola. Dat is kut. Lekker wel, beam. Dan ga die kant op. Dat was een beetje het geluidseffect nog te vroeg. Ja. En weer een knopje, hoor, weer aan ingelaten. Ja, maar het is niet zo erg, want dan krijg ik in ieder geval mijn gedeelte van de straat terug. Ja. Oh nee, dat vind ik minder. Ik word eigenlijk naar de bank toe. Nou, misschien land ik op de worp, wie weet. Nou ja, 70 is goedkoop genoeg. Ja. Dat weet ik niet echt, 106. Oké. Okay. Twee suit yourself kaarten, dat is mooi. Shit. Er zit al P-kaarten tussen. Moet je nagaan, als je 6 gooit, heb ik 3 suit yourself kaarten. Of in de ergste, een paar boord geleden hadden wij 8, hè? Mm-hmm. Nou, 4 suit yourself kaarten, 4 jokers. Gewoon gratis promotie, huppakee. Zolang je in dezelfde straat staat, is het goed. Mm-hmm. Ik sta er ook op, hè. Het is ook gewoon kust, hè? Ja, dit slaat gewoon helemaal nergens meer op. Jij krijgt een... Nee, dat kan. Nee, ik krijg een worp. Leuk. Meer dan van de shops hebben we nog niet eens gekocht. Dit is weer nadeel voor mij. Mm. Oh nee, ik heb eentje. Ja, eentje, maar... Meer dan deels van Giel, maar jij bent nu nou niet Giel. Nee. Beetje verwarrend. Oh, heeft de platjepunk daar zijn stoks in verkocht, oké. Een mini ga mee. Ja, dat zal wel weer een blok zijn of zo. Oeh, ja, ik heb wel. Round the blocks. Ik zag dat Dinky dacht van, misschien is het wel de race. En dan wat nu een van de laatste borden is 777. Oh. Dat kan wel. Nee. Kan nog steeds. Oké, 50 gold, 100? Ja, A6 plus level 2. Nou. Oh. Je hebt het of je hebt het niet. Je hebt het of je hebt het niet. Je hebt het of je hebt het niet. Nou, nog een minigame. Godverdomme. Memory block. En dan heb je nog Dart of Gold en dan pas krijg je Slurpedroom. Oh, allemaal kleine. Ik vind Slurpedroom ook kut, omdat het lang duurt, maar... Die darts, die zijn misschien wel het interessantst. Ja. Twee. Hey. Die is ook interessant. Gezellig met z'n allen naar de arcade. Kan niet anders. Maar ik kan wel naar jouw eiland gaan, maar daar heb ik niks aan. En dan zeg ik eerlijk gezegd jou meer in de weg dan... Ja, maar dit is toch top. Nu kun je zo meteen naar de bank. Ja, gooi ik zo meteen 2. Ga ik niet toch naar het eiland. Dan kan je opbalanceren, altijd. Ja.
Misfortune. Wat doe je? Ja, auction zou mooi zijn, maar... Nee, ik krijg 100 gold van iedereen. Wauw. Blijf aan mijn geld hoor. Want hij staat er niet voor. Het is niet mijn potje. Nee. Ik weet niet of je door had, maar... Nee. Was me nog niet duidelijk.